ik denk dat het nu tijd is om eigenlijk te gaan kijken naar waar moet het er nou over gerapporteerd worden. En Simon, kan jij misschien even in globale zin de ESRS'en toelichten? Ja. Dus even de structuur. Ja. En dan ja, specifiek ook even ingaan op de cross-cutting en de environmental standard. Nou, het is denk ik voor heel veel mensen die nu kijken en die straks ook misschien die video terugkijken, is het belangrijk om te weten dat er een hele duidelijke structuur is van de standaarden. En er zijn twee, zoals die heten, cross-cutting standaarden. En die zetten eigenlijk, als je het bedenkt, dat we een huis aan het bouwen zijn, dat is het fundament en eigenlijk de steunmuren van het huis, zeg maar. En waar gaat het dan over? Allereerst, en nogmaals, die documenten hebben allemaal een naam. Het zijn allemaal ESRS'en, European Sustainability Reporting Standards. Ja. En er zijn er twee cross-cutting standards, die heten ESRS 1 en 2. Ja. Daarnaast hebben we een aantal milieustandaarden. Dat zijn ESRS E voor Environmental, Sociaal is S voor Social en G voor Governance. Ja. Maar als we beginnen met die eerste twee, is het voordat je zeg maar allemaal standaarden op mensen af laat komen, is het belangrijk om een aantal eisen te stellen. Waar moet een standaard eigenlijk aan voldoen? En waar moeten vooral ook de rapportage van bedrijven aan voldoen? Ja. Dan heb je het bijvoorbeeld over de reikwijdte. Wat rapporteer je? Is het een heel geconsolideerd plaatje? Dus ik praat hier over Philips bijvoorbeeld. We hebben dochterondernemingen in allemaal landen. We moeten aangeven, waar gaat eigenlijk die rapportage over? Is het alleen Europa? Nee, zo werkt het niet. We zijn een wereldwijd bedrijf. En wij nemen in onze rapportage alle dochterondernemingen die wij consolideren, nemen wij mee. Ja? Daarnaast gaat het ook over bijvoorbeeld de informatiekwaliteit. Ja. Het gaat over heel veel andere elementen die benoemd zijn in ESRS 1. Dus daar moet je eigenlijk mee beginnen? Daar moet je mee beginnen. En we zullen nog niet meteen ingaan op wat moet je dan gaan doen. Maar het advies is natuurlijk wel voordat je, is net als dat je sommige mensen voordat ze een boek gaan lezen, willen ze eventjes op de flap zien waar gaat het eigenlijk over. Ja. Dat is ook hier. Ik zou zeggen, begin altijd met het lezen van ESRS 1 en 2. Want die zet het bredere kader. Nou, ESRS 2 gaat eigenlijk over de algemene disclosures. We hebben het al eerder al gehad over rapportage-eisen die gelden voor iedereen. Ja. Die staan grotendeels in ESRS 2. En ja, dan gaat het over allerlei onderwerpen. Het gaat ook, je moet vertellen, hoe is de governance geregeld op bepaalde onderwerpen? Hè? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe is het bestuur van het bedrijf hierbij betrokken? Maar er zijn ook andere elementen. Als je het hebt over klimaatactie bijvoorbeeld, wat is je strategie? Heb je een strategie? Ja. Het is niet zo dat als je geen strategie hebt, dat je dan niet voldoet aan de eisen van de CSRD of de ESRS. Maar je moet dan opschrijven, ja, we hebben geen strategie. Ja. De vraag is natuurlijk of je dat als bedrijf wil gaan vertellen. Of je dan redelijk in je hemd staat of niet. En dat is ook denk ik een van de doelen van de CSRD en de ESRS'en. Dat je meer transparantie wil gaan bereiken. En het kan, voor sommige bedrijven is het allemaal heel veel en heel nieuw. En zullen ze niet op alle onderwerpen waarover ze moeten rapporteren al meteen een verhaal hebben. Maar dan zeg je wel, we hebben dat nog niet. Nee, dus het is eigenlijk ook een drukmiddel, even los van hoe het eventueel juridisch zit voor bedrijven, om misschien extra stappen te gaan zetten en dan gaan bijdragen aan die economie. Ja, in het Nederlands heb je de uitdrukking met je billen bloot. Ja. En dat gaat wel gebeuren met allerlei bedrijven. Ja. Nou, ik persoonlijk denk dat het ook wel goed is en tijdig. We hebben een aantal hele grote maatschappelijke problemen. Ja. En we kunnen wachten tot die vanzelf opgelost worden. Of er wordt iets afgedwongen in termen van actie door onderneming, maar ook de overheid en anderen. En dat gebeurt door de CSRD. En jij had het, Geert, in het begin al over het Parijsakkoord. Nou, we zien, ja, er is nu een COP27-conferentie nog aan de gang. Sinds het Parijsakkoord in 2015 is het niet de goede kant op gegaan. Nee. En we kunnen keep your fingers crossed en hopen dat het allemaal wel goed gaat de komende 5 jaar. Maar zonder wetgeving gaat het niet gebeuren. Nee. En dat proberen we af te dwingen door de CSRD en de ESRS. En ik zeg we, maar dat is eigenlijk de Europese Commissie en niet de EFRA of wat dan ook. Nou. Oké, dus je hebt 1 en 2 eventjes toegelicht. Ja. Kun je dan nog iets? Is het misschien goed om even iets over die structuur te zeggen, over governance en welke elementen daarin zitten? In al die standaarden zitten ook een structuur die gaat over governance. Wat ik eerder zei, wie is waarvoor verantwoordelijk? Ja. Wat is je strategie? Of als je die niet hebt, waarom je geen strategie hebt? Ja. Dus ik kan je dat ook uitleggen. Wat zijn de impacts die je hebt als bedrijf? Wat zijn de risico's, maar ook de opportunities, de mogelijkheden? Ja. Geert die gaf dat net aan. Ik ken ook een bedrijf dat bijvoorbeeld veevoer, zeg maar toevoeging maakt voor veevoer, waardoor er veel minder methaan wordt uitgestoten door koeien. Nou, dan heb je weer een opportunity voor een positief effect van dit alles. Maar wat zijn ook je actieplannen? En wat zijn je metrics? Hoe meet
je, of je, of je een bepaalde impact hebt. En wat zijn ook doelstellingen die je hebt. En ook daar weer, als je geen doelstelling hebt, kun je zeggen, ja, weet je, we zijn wel een hele grote uitstoter van CO2, maar we hebben geen doelstellingen. Ja. Dat kan, is niet fout. Of je daarmee een hele geloofwaardige partij bent, is natuurlijk heel erg de vraag. Dus ja, die structuur is denk ik belangrijk om vast te houden. Want dat is eigenlijk waar bedrijven dan in al die standaarden op die manier gaan rapporteren. Ja, en dat staat ook heel duidelijk in de standaarden. Ja. Okay. En ik ben zelf ook betrokken geweest bij, of als bedrijf hebben wij bijvoorbeeld de Europese taxonomie moeten implementeren binnen Philips. En daar lees je af en toe de tekst en dan denk je van, wat bedoelt eigenlijk de wetgever nou met dit geheel? Wat ik moet meegeven aan alle mensen die nog niet zo bekend zijn met de ESRS'en, is dat het wel duidelijke documenten zijn. En als je ze leest, dan weet je ook best wel goed wat je moet gaan doen. Het is nog steeds ingewikkeld. Ja. En voor heel veel bedrijven waar Eva het over had, die 3000, 3500 of zo in Nederland, zijn er heel veel die totaal nog niet bezig zijn met dit onderwerp. Dus daar is het wel een redelijke verrassing misschien voor. Maar daarom geven we ook vandaag dit webinar om tijd te gaan voorbereiden. Nou, dan nog eventjes over de milieustandaarden. Want daar zou ik nog eventjes over zouden we. Er zijn vijf milieustandaarden. ESRS E1 tot en met 5. Ja. De eerste gaat over climate change. En de commissie heeft gemeend dat de klimaatproblemen voor de wereld zo groot zijn dat E1 voor ieder bedrijf van toepassing is. Okay. Of je nou groot, klein bent, een grote uitstoter of een niet zo grote uitstoter. E1 is iets waar iedereen over moet rapporteren. Dus dat is heel belangrijk. Voor de duidelijkheid, dat kan ook zijn. Wij doen daar dus nog niks op, hè? Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Ja. Met mijn kanttekening dat voor sommige bedrijven dat een heel ongeloofwaardig verhaal zou zijn. Ja, ja. Maar dat even terzake. Ja. Of terzijde. Nou, de tweede standaard die gaat over pollution, dus vervuiling. Daar had ik net in mijn voorbeeld had ik het al over. Ja. De derde die gaat over water, watergebruik en marine resources heet dat dan. Nou, daar kun je ook over allerlei bedrijven kun je een beeld bij vormen. Als jij bijvoorbeeld Coca-Cola bent en je hebt bottelarijen over de hele wereld, is het heel moeilijk om te zeggen, nou, watergebruik is niet zo'n materieel onderwerp voor mij. Nee. Dan heb je de vierde standaard, E4, die gaat over biodiversiteit en ecosystemen. Is een wat abstract onderwerp, maar wel heel erg belangrijk ook als je kijkt naar het verlies van biodiversiteit op de wereld en de impact die dat heeft op de maatschappij op langere termijn. En de vijfde, ook niet onbelangrijk, gaat over grondstofgebruik en de circulaire economie. En ook daar weer, als je dat als materieel onderwerp hebt geïdentificeerd, moet je daar volgens de standaard over rapporteren. Okay. Voor alle duidelijkheid, ESRS E1, klimaat geldt voor iedereen. Ja. Die andere vier, afhankelijk van je materialiteitsanalyse. Ja. Je moet weten wat, waar en hoe je inkoopt. En vervolgens bepalen van, oké, wat is dan voor mij echt relevant? Ja, inkoopt en ook op de markt zet. Ja. Oké, helder.